bij Checkpoint Basecamp, Vicky! Ja! De show is begonnen! Oh! Heb je wel eens... Ik denk wel raften, maar het is niet Zuid-Frankrijk. Ja, ja, ja. En dat lukt toch niet? Ja, heb je dat gelezen? Misschien kunnen we over onze vrienden heen raften. Wat zou jij denken ervan? Ik denk dat het echt een vet goed idee is. Laten we de raften bij pakken en... Raften! De raften opdrogen! Ja. High five! Kun je raften op het droge? Woehoe! En dit keer gaan we allemaal knuffels gebruiken, onder ons leggen en daarmee naar beneden roetsen. En Vicky gaat met mij mee in het bootje. Vooral voor Vicky. Let's go. Let's go. Al die knuffels moeten natuurlijk wel naar boven, dus... Kajuli, vangen! Woehoe! Ik moet zeggen dat ik wel vind dat er nou niet heel respectvol met onze vrienden wordt omgegaan. Want ik bedoel, we gaan... Au! Kijk, hierzo is een berg vol met knuffels. Kajuli, je hebt goed gevangen, al zeg ik het zelf. Ik ben wel alles wat jij soort van daarnaast hebt gegooid er nu in aan het gooien, maar je hebt super gegooid, super. Hoi. Nou, dit is de boot die helemaal vol ligt met knuffels. Echt best gelukkig. Wat doe je? Alles blijft achter. Hoppakee. Jullie hadden mij gewoon bijna achtergelaten. Wat is dit nou weer, joh? Jij bent bevriend met Devin, hè? Ik bedoel, je moet hem aankijken. Ja, maar jij moet ook op mij letten. Ik bedoel, je weet hoe Devin is. Hij kan het niet in de top aan het letten. Ja, nou! Daar gaan we! Let's go! Woehoe! Ja, daar zitten we dan. Daar staan we. We zitten nog niet. De boot is ready. De knuffels liggen er allemaal onder. Het ziet er vet gezellig uit, maar gaat het ook werken? Wat denk jij? Knuffels zijn natuurlijk niet heel glad. Nee, maar ze hebben wel van die soort van halve ronde vorm. Ik zeg, om erachter te komen of het werkt, moeten we het misschien maar gewoon even uit gaan testen. Wat een vet goed idee, Julie. Laten we het gaan doen. Oké, okay, let's go. In de boot. Julie, jij zit? Ik zit. Vicky zit vast. Ralf zit vast. Even er nog in. Ja, ik kom erbij. Oké, okay, ja? Zijn we ready? Ja? In 3, 2, 1. Ja! Oké, let's go! Oké, varen! Ja! Ja! Dit werkt echt helemaal gewoon niet. Kun je raften op het droge? Nee. 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 Nee, dat is gewoon niet te doen. Dat kan niet. Ik vind het mooi geweest. Het is goed met die knuffels. Is altijd een ding en het is zeker altijd lastig om er echt eerlijk over te zijn. Want hoe vaak poets jij nou je tanden? Nou, het is gewoon saai om te doen, dus kunnen wij iets bedenken waardoor we in één keer kunnen tanden poetsen. Vroeger had je van die bitjes van de tandarts, moest je toch zo hap, kreeg je een bitje, een soort van lachbeugel. Dat is die fluoride erin. Ja. Yeah. Stel, we kunnen dat nabootsen met allemaal tandenborsteltjes. Zodat je dat soort van bitje in kan doen, maar daaromheen zitten allemaal borsteltjes. Ik denk dat een top idee is. Wij gaan aan de slag, we gaan de werkplaats in en we gaan knutselen. Actie in de taxi. En dit is onze werkplaats voor vandaag. Tadaa! Dit is wel een speciale werkplek. Welke producten hebben we allemaal? We hebben hier als allereerst een kledinghanger. Tandpasta, lijm, tape. 32 tandenborstels. We gaan dus het gebitje maken. We gaan die tandenborstels, alleen de kopjes daarvan, daarop monteren. Zodat we eigenlijk in één keer iedere tand kunnen poetsen. Dan hoeven we alleen maar de bovenkant aan te raken. Daarna om te draaien naar de onderkant toe. En dan hebben we gewoon met 2 duwtjes ons hele gebit schoon. Wow, dit is echt perfect. Heeft die ook boven past? Vet goed. Top! Oké, dan hebben we hem. Het ding is, nu moeten we dus gaan zagen. Deze dingen kapot maken. Oké, we hebben dus al deze kleine borsteltjes nu nodig. We hebben onze gereedschappen daarvoor gepakt. We hebben namelijk een cirkelzaag. Lekker bezig, homies! Het moment van de waarheid. Hier, onze logo, tandenborstel met wel liefst 18 functionele borstels in één keer. Ben jij het altijd zat om tanden te poetsen? Jawel, we hebben er iets op bedacht. Wauw, dit was de beste verkooppraat ooit. Ik hoop het, hij moet wel nog werken. Gaat hij het doen? Helemaal, 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 ja!
Grover, nu echt het moment van de waarheid. Kan je in één keer je tanden poetsen? Daar gaan we nu achter komen. Wow! Ja! En nu poetsen! 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 Wow! Zo, ja. Maar ik dacht, ik moet nu zo doen. Als we nou hier dit aan vastmaken, dan kunnen we het ja, dat is top. Ik hoef alleen maar deze te versmelten. Oké, laten we het doen. Dan zeg ik Romy, er zit nog genoeg tandpasta vast. Poging 2, tanden poetsen. Kan het in één klap? Oh. Ja! Ja, hè? Gaat het goed of gaat het goed? Dus kan je in één keer je tanden poetsen? Jazeker weten. Ga lekker knutselen of anders ga je naar de winkel en koop de Roll Go Borstel Deluxe XL versie. En dan krijg je, nou ja, van zulke vet mooie witte tanden. Doei! Doei! Ja, mijn moeder zei altijd dat je niet mocht spelen met eten. Maar ze zei nooit dat je niet mocht spelen met bestek. Ja, want hier staat gewoon een wereldrecord op, hè? Hoeveel? 85 lepels op je lijf. Denk jij dat we het wereldrecord gaan verbreken, zeggen jullie? 85 lepels. 86, want anders verbreken we het record niet. Oh ja, goeie. Ik denk dat het niet lukt, maar ik hoop dat ik ongelijk krijg. Zullen we het op jou doen? Ga jij maar even zitten. We gaan beginnen met 4 lepels. Nou, nummer 1, nummer 2, nummer 3. 29 en 30! Wat? Dit gaat echt goed. Chris. Oké, nu moet ik wachten even. Ik moet ze even houden hoe ik ze wil houden. Poging 2. Wij leggen ze gewoon op ons been, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan gaan we natuurlijk niet het wereldrecord mee verbreken. Het ging wel snel. Verbreken. Het ging zeker snel. Maar de bedoeling is dat ze natuurlijk zo blijven hangen. Ja. Oké, haal al je gezicht uit je haar. Haal al je gezicht uit je haar. Zei ik dat? Ja! Ik dacht, haal al je gezicht. Al je gezicht. Ja! Zit er wel in je hoofd. We beginnen. Nou, ik heb al mijn gezicht uit mijn haar gehaald. Katjuni staat helemaal klaar. We gaan beginnen. Olé, olé. We gaan het op de armen proberen, want gezicht is veel te glibberig. Glibberig. Onze gezichten zijn te slakkerig. Hey, nummer 1. 2. Katjuni, dit gaat goed. 3. Nou, dit is een succes. Dit is een succes. 4. Oh, dit gaat goed. Zie je, je moet het nooit opgeven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We gaan door naar de andere. Oké, maak je uit, maak je uit, maak je uit. We gaan door. Dit is 11. 17. Jullie 18 hebben. 18. 22. We hebben het 22. En dan valt er nu 1, dus 21. Nog één keer. 23. Doe op mijn hoofd. Ik doe helemaal niks. Nee, je doet echt goed je best. Oké. Het was een goede try. Ja, we hebben een goede samenwerking. Ja. Jij hebt een goede huid en ik kan goed plakken. Ja. Alle lepels liggen op de grond. Kijk dan, met jullie. Echt. Ja. Het is zo zwaar, maar je krijgt het steeds warmer ook. En dan met je arm zo en een... Die lepels erop, waardoor je zweet niet meer weg kan. Echt. Woe! Ik ben dus wel benieuwd hoe lang die man erover heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ja, maar ook niet alleen hoe lang, maar ook in wat voor omstandigheden. Welke omstandigheden heb je nodig voor dit record? Ja. Want in ieder geval niet onze. Het is ons helaas niet gelukt. We moeten denk ik maar een ander record weer gaan bedenken die we kunnen halen. Dit is helaas niet geslaagd. Het wereldrecord lepels plakken op je huid is helaas mislukt. Lepels, doei!